gaat erheen, je wilt de soep eten. Dat is waar het om draait. Dus je kan net zo goed, kan je het op een bord met een opstaande rand doen. Want het gaat erom dat je die soep binnenkrijgt. Je wilt de soep eten. De vorm maakt allemaal niks uit. Je wilt de soep eten. Klaar. Je wilt de soep inderdaad eten, maar je wil ook niet noeien. Dus daarom is dat vorm altijd wel belangrijk. Wat houdt dit, wat ik net gezien heb, wat houdt het precies in? Nou ja, eerlijk gezegd weet ik zelf ook niet precies waar het inhoudt. Ik heb mezelf gewoon in het diepe gestort. Omdat ik wel een band heb met debatteren. Maar op zich, mijn band met poëzie, dat kan nog wel beter, zeg maar. Oké, en hoe zijn jullie met dit project in aanraking gekomen? Via school of misschien via met iets anders? Ja, via school. Onze school heeft gewoon die poëzielessen aangeboden gekregen. Een aantal scholen in Nederland krijgen die poëzielessen en zo aangeboden. En onze school was daar één van. En ze vroegen nog naar die beters. En wij waren daar dan één of twee van. Ja. Gemaakt door één, gevoeld door allen. Er zijn maar weinig dingen voor jou alleen. Wat je hoort, wat je leest, die dingen deel je allemaal met anderen. Het geluid van een vogel klinkt voor iedereen hetzelfde. Maar het gaat om het gevoel dat je daarbij krijgt. Dat is persoonlijk. Gevoelens zijn van jou alleen. Zo gaat het ook met poëzie. Een tekst is een tekst. En in een verhaal staat er wat er staat. Maar bij een gedicht gaat het om het gevoel dat je erbij krijgt. Ik heb een essay geschreven over twee gedichten die ik heb gelezen. En ik heb verteld wat ik daarvan vond. En ik heb ze met elkaar vergeleken. De hoofdreden dat wij hier elke keer worden geboekt is om juist ook de sfeer even te laten omslaan. Ja. Omdat zeg maar na een lange tijd aanhoren van gedichten dan werkt het altijd heel goed als wij ons ding komen doen. En eventjes iedereen wakker schudden.